2016 was erg succesvol. We merken nog steeds een grote vraag naar kwaliteitsvolle traditionele woningen. We merken dat de Vlamer nog steeds een echte baksteen in zijn maag heeft. En daar zijn wij als traditionele aannemer nog steeds erg blij om. We hebben het afgelopen jaar dan ook een vijfde ploeg arbeiders, metsers bij aangenomen om onze capaciteit nog wat te gaan vergroten. En ook zijn we erg blij met de afgelopen jaren toen we de kijkwoning in Morkhove hebben geopend en recent onze nieuwe burelen in Herentals, wat eigenlijk voor ons als klein familiebedrijf toch een mooie stap voorwaarts was. 2017 belooft ook een erg mooi jaar te worden. Er staan heel wat nieuwe projecten in de stijgers. We hebben een vrij goed gevulde orderportefeuille, maar we hopen nog steeds dat er nog nieuwe projecten bijkomen. We bouwen ongeveer 35 à 40 woningen per jaar. Dat zijn allemaal individuele projecten op grond van de klant zelf en naar budget en wens van de klant. We hebben zo ongeveer al 500 woningen gebouwd de afgelopen 25 jaar. En we zijn ook erg fier op onze uitgebreide referentielijst. Bij ons kan u bouwen sleutel op de deur, alles inclusief of à la carte naar wens. Als de klant zelf bepaalde werkzaamheden wil uitvoeren, is dat bij ons perfect mogelijk. Eind januari kunnen we ons terugvinden op de woonbeurs in Mechelen, Wonen. En half februari komt voor ons de hoogmis uiteraard, Batibouw. Daar gaan we dit jaar voor de 22e maal naartoe. We zijn erg fier dat we daar zo lang al mogen staan daar. Voor ons zijn die beurzen ook zeer belangrijk. We hebben daar rechtstreeks contacten met de mensen. We ontmoeten daar veel mensen die dat bouwplannen hebben of bouwplannen in de nabije toekomst, soms in de verre toekomst hebben. En we merken dat we daar toch heel veel resultaten eigenlijk uithalen. Daarnaast doen we ook nog open wervendagen en is het steeds mogelijk om werven op afspraak te gaan bezichtigen, werven in opbouw, zodat de mensen kunnen zien hoe dat wij eigenlijk bouwen. Dus een kijkwoning laat al iets zien, die is afgewerkt, maar bij ons kan je ook steeds woningen in opbouw gaan bezichtigen, zodat de mensen zelf kunnen bekijken hoe dat wij bouwen en welke kwaliteit dat we eigenlijk leveren. En ook de mond-aan-mond reclame is voor ons ook super belangrijk. Dus wij bestaan 25 jaar, we hebben steeds erg veel referentieklanten gehad en dat blijft voor ons het belangrijkste, vandaar dat we elke woning in de puntjes willen afwerken, zodat die mensen voor ons reclame gaan maken. Wel, wij zijn een algemeen aannemer met meer dan 25 jaar ervaring. De klant heeft bij ons steeds een zeer ruime keuze uit materiaal en elk project wordt eigenlijk individueel benaderd. We gaan met de mensen aan tafel zitten, kijken wat hun wensen zijn, aftoetsen wat het budget is en ervoor zorgen dat de mensen een project krijgen dat binnen hun smaak past en binnen hun budget past. Zeer belangrijk vinden wij dat. Ook heeft de klant tijdens de bouwwerkzaamheden steeds rechtstreeks contact met de eigenaars, oprichters, zaakvoerders van het bedrijf, namelijk Paul en Christine Klaassen en hun zoon Gaëtan. Ook dat zorgt ervoor dat de mensen zich persoonlijk benaderd voelen, dat mensen zich geen nummer voelen. Dat vinden we ook als bedrijf zeer, zeer belangrijk. We werken ook steeds met eigen personeel, dus de ganse ruwbouwfase van grondwerken tot en met ruwbouwdakwerken gebeurt door eigen personeel. En de afwerking gebeurt door geselecteerde vaste onderaannemers waarmee we al jaren mee samenwerken. Dat ook om de kwaliteit zo hoog mogelijk te maken. Voor ons is elk project bijna als het voor onszelf is. We bouwen elke woning zoals de woning voor onszelf zou moeten zijn. Ik zou zeggen de Rolling Stones. Waarom? Wij zijn een traditioneel woningbouwbedrijf en wij bouwen elk huis steen per steen, vandaar de Rolling Stones. En ook de Rolling Stones, dat is eigenlijk een icoon uit de rock and roll. Bestaan al zeer lang. Ook Paul Klaas heeft zijn degelijkheid al gedurende heel veel jaren bewezen. En op die manier zou ik ons willen vergelijken met de Rolling Stones. En dan zeker met het nummer Gimme Shelter, waar ze eigenlijk zingen over geef ons onderdek. En wij geven de mensen onderdek en dat willen we ook nog heel veel jaren blijven doen. Net zoals de Rolling Stones nog steeds blijven rocken.